In het veldhospitaal worden twee zwaar gewonde kinderen binnengebracht. Die hebben gespeeld met een explosief. Okay. Dit zijn kindjes die zijn, zijn kind van de rekening van de rotzooi die hier blijkbaar op straat te vinden is. Ik vind het gewoon vreselijk dat je in zo'n land moet opgroeien. Rob Leemans en zijn team moeten proberen deze kinderen van de dood te redden. Of het goed gaat komen, ja, dat is moeilijk te zeggen. Volgende week in Document deel 2 van Veldhospitaal Uruzgan.